Welkom bij Vlogmas dag 13. Goedemorgen allemaal, het is voor mij vandaag vrijdag, het is de 13e. Uh-oh. Ik had het niet eens door, mijn moeder zegt het is vrijdag de 13e vandaag. Oh, oeps. Ik had het totaal niet door, maar goed, ik ben aangekleed. Ik heb mijn wollige halve truitje aan. Ik heb daar een grijs shirtje onder. Blauwe broek, witte Converse en mijn been doet nog steeds zeer. Even daar een update over. Ik heb vannacht echt heel rot geslapen. Alle keer draaide ik, maakte er ontzettend veel zeer. Ik heb weinig geslapen. Maar vooruit. Het is daarentegen, wilde ik wel naar school. Ik twijfel of ik wel of niet ging. Maar ik dacht, we hebben dezelfde docent de hele dag in dezelfde lokaal. Dus op zich kan ik daar de hele dag gewoon rustig zitten. Dus kan ik gewoon mijn ding doen. Ja. Dus ik ga mijn adventkalenders gelijk eventjes doen als ik hier toch zit. Ik heb trouwens mijn nieuwe foundation op. En ik heb mijn nieuwe highlighter op. Ik heb mijn contourpaletje heb ik opgedaan. Mijn ogen, ik heb echt full face. Het bevalt me heel erg de laatste tijd. Dit. Ik ben er blij mee. Goed, we gaan beginnen met deze. Nummertje 13. Hier. Het is een heel klein lang vakje. Er zit volgens mij iets klem hieronder. Hier via deurtje 6 naar binnen sneaken. Heb eens. Hier ben ik blij mee. Een glitter lipglossje. Oh, hier ben ik heel blij mee. Die ga ik zo echt gelijk opdoen. Want ik heb deze balsam op, maar mijn lippen zijn heel droog hierdoor. Dat is deze. Dat vind ik heel tof. Ik ga hem gewoon gelijk opdoen. We hebben toch op zich nog ruim de tijd. Ik heb nog 3 kwartier en dan moet ik weg. Het is alleen wel gelijk dit staafje rook, maar dat geeft op zich niet. Het is gewoon een soort doorzichtige glinstering. Ik ben er heel blij mee. Ik ga hem gelijk in mijn tas. Oh nee, echt niet. Dan zal ik hem wel in mijn tas doen. Ja, joh. Doet hem er gewoon in. Maak het uit. Stop ik gelijk lekker in mijn tas. Ik wil er eigenlijk deze op doen, die metallic. Maar dat ga ik zo denk ik wel doen voordat we gaan. Dan haal ik hem er gelijk heel even uit. Zo, zie ik even hier neer. Maar dan gaan we nog naar deze adventkalender. Dagje nummer 13. 13. Daar is die. En we hebben vandaag... Oh nee, een bruine lipstick. Wat moet ik nou op? Ik denk dat ik deze wel opdoen, want deze is echt creamy. Ja, ik ga die wel gewoon lekker opdoen. Deze weer terug. Zo. En dan ga ik gewoon niet eens moeilijk doen. Want dan ga ik dit gewoon lekker allemaal hier overheen smeren. Ik vind het wel een mooie kleur. Ik denk dat ik het wel even af moet halen, want zo gaat het hem denk ik niet worden. Goed, ik ben dus helemaal klaar. Mijn make-upje zit er dus op. Mijn lippen zijn dus opnieuw gestift met de bruine die ik vandaag het adventkalender heb gehad. Dit heb ik dus aan. Ik zal het jullie even laten zien in de spiegel. Deze groene cropped trui van de New Yorker. Blauwe broek van de Primark. En mijn Converse All Stars. Een hogere All Stars van de Hudson's Bay. Ja, jongens en meisjes, mijn broekzak een beetje van mijn reet af. Maar goed, verder gaat het allemaal top. Of nee, op mijn knie nadam. Ik loop nog steeds lastig. Ik kan er niet echt op staan, maar
It is what it is. We moeten het een beetje vroeg gaan houden vandaag. Ik doe die even uit. Ik ga nog een beetje roomspray in mijn kamerspray als de dokter dat wil. Ik vind het altijd heerlijk om als ik gewoon klaar ben. Eventjes gewoon over mijn bed. Want ja, dat blijft zweetje wel in. Weet je, dat gaat op een gegeven moment gaat dat wel stinken. En gewoon een beetje rond in mijn kamer. Beetje te sprayen. Dan ruikt het weer wat lekkerder. Dan gaan we mijn deur dicht. De papegaai daarentegen. Die mogen er niet mee in aanraking komen. Ik ga naar beneden. Het is 7:30. Over een half uurtje, 3 kwartier ga ik weg. Ik ga even wat eten, even wat drinken. Tenminste koffie drinken. En even gewoon wat eten klaarmaken. En daarna ga ik lekker naar school. Goed, ik ben lekker aangekleed. Ik heb mijn jas lekker tot bovenaan dicht. Ik ben helemaal ready. Ik heb lekker even gegeten. En ik heb brood mee. Drink niet. Misschien even gaan halen zo meteen, maar ik heb geen zin om de schuur in te gaan. Dus ik vind het best. Ik heb mijn tas. Ik heb gewoon mijn handtas vandaag bij, want ik heb alleen mijn laptop nodig. Dus dat is fijn. En mijn moeder brengt me naar school. Dat is wel fijn. Hoef ik niet te lopen. En het is iets sneller. En ik kan iets later weg. Dus let's go. Als het goed is staat mijn moeder zo bij de voorkant. Die zou de auto halen. Dus ik ga er vandoor. Oh. Ik heb mijn netje van alles. Voorzichtig. Let's go, op naar school. Goed, we zijn inmiddels klaar met school. Ik hink mezelf nu even op zeplijn. We wilden heel even koffie gaan halen. En toen hadden we het briljante idee om heel even snel langs te piepen hier op zeplijn. Maar ja, ik loop niet zo heel veilig of snel of makkelijk. Dus het gaat allemaal niet zo snel. Ik zat al in de tussenkistjes, wat al bijna beneden. En ik kom aanlopen. En ik sta. Dus ja, heel even een klein rondje hier. Kijken of ze echt van een rolstoel hebben of zo. Dat ik er niet op te lopen. Sowieso, ik ben straks binnen 5 minuten weer op de metro. Pijn is echt niet normaal. Ik heb mijn medicijnen ook niet bij me. Dus dat is het vervelend nog. Maar goed, we overleven het wel. Nee, klopt. Wie gaat de eerste die handen kennen? Ik mis de tweede lift in. Zo, dat zijn we. Ik hou me vast. Ben je claustrofobisch? Dat is geen liften. Ja, ik ben een keer vastgezet in de lift. Heftig. Heavy shit, man. Ja. En als een lift uit de nieuws buiten of zo helemaal gereden was dat. Wow. Kut, eng, joh. Wat zijn er? Kim! Bij de Starbucks. Wachten op de koffie. En ik heb een lemon muffin. Oh, dat is zo lekker. Ik heb alleen de lemon loaf een keer genomen. De cake, maar niet de muffin. Dus ik ben heel benieuwd. Normaal is de latte hier en de schijf hier wel. Kijk, dit is koppie! Yes! Ja, super dit jongens. Echt, ik dacht ik ga met het busje. Zodat ik vrij voor de deur kan uitstappen. Rijdt het busje gewoon langs de halte waar ik eruit moet. Dus ik moest eruit bij de volgende halte. Wat betekent dat ik nu vol keer weer terug moet gaan lopen. Maar één voordeel. Dicht bij deze halte wonen mijn opa en oma. Dus ik maak daar even een pitstop. Even rustig bij komen. Want mijn knie doet echt heel veel zeer. En dan loop ik het tweede stuk zo meteen maar weer terug. Maar echt, oh. Zo balen dit. Oh, de blokte hik. Oh. Als ik nou ook gewoon iets sneller kon lopen met de regen. Had het toch wel fijn geweest. Oh. En dan heb ik nog wel mijn witte schoenen aan ook. Oké, ik lig inmiddels lekker in mijn bed. Omgekleed, ik heb lekker avond gegeten en dingen gedaan. En van alles en alles en alles. Ik ga deze vlog editen. Maar dat betekent dat ik hem wel eerst moet eindigen. Mijn oorbel zit ook helemaal niet goed. Zo. Dus dat ga ik nu ook doen. Ik bedank jullie voor het kijken van deze video. Ik hoop dat het een beetje een leuke vlog is geworden.
Het is van het een naar het ander gegaan volgens mij vandaag, maar daarentegen ben ik wel weer lekker naar school geweest. Daar was ik wel heel blij om. Dus ja, ik zou zeggen, ik zie jullie morgen.